U allemaal heel hartelijk welkom in deze bevestigingsdienst. We zijn heel dankbaar dat het nu zover is, omdat hij in november door een ongeluk niet door kon gaan. U ook allemaal welkom als gemeenteleden, maar ook de vertegenwoordigers uit de klasses, familie en vrienden. Heel mooi dat we hier met elkaar deze dienst mogen vieren. We beginnen met het intochtslied De Vreugde Voert Ons Naar Dit Huis. Thank you.
zullen we een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Met en voor elkaar spreken we uit, onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die loslaat wat hij eens is begonnen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. We luisteren naar Rejoice, die zingen Poten en Groet. We zingen, kom uit de hemel tot ons neer.
ons midden is vandaag dominee Lucie Schermers, die op 25 juni 1989 is bevestigd tot dienaar van het woord. En vanmiddag willen we haar als predikant verbinden aan de ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek. Ik vraag u, broeder Hans van der Hoven, als voorzitter van de kerkenraad, zijn er wettige bezwaren bij de kerkenraad ingebracht die deze verbintenis zouden verhinderen? Namens de kerkenraad verklaar ik dat er geen wettige bezwaren zijn. Dan mogen wij dominee Lucie Schermers dus verbinden aan deze gemeente. En ik vraag de gemeenteleden die daaraan meedoen om hier een kring te vormen. Onze dominee zal met ons de Bijbel openen, om daarin het woord van God te verstaan. Zij zal het goede nieuws verkondigen van Gods oneindige liefde voor alle mensen. Zij zal kinderen en soms volwassenen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zij zal ons blijven herinneren aan de betekenis van die naam. Ik zal er altijd voor jullie zijn. Zij zal het brood breken, de wijn met ons inschenken. Zo delen wij in de liefde van Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft. Zo worden wij verenigd met elkaar, als mensen die zijn liefde met zich meedragen. Zij zal naar haar beste kunnen mensen bijstaan, troosten en begeleiden. Zo mag zij in het donker licht verspreiden. Zij zal jong en oud vormen en toerusten in het geloof. Ze zal ook zelf leerling van Christus blijven, om steeds weer doordrongen te willen worden van het geheim van zijn liefde. Zij zal samen met de kerkenraad leiding geven aan de opbouw van de gemeente, opdat de kerk ook in deze tijd een teken zal zijn van Gods rijk dat komen zal. Zij zal met en voor ons bidden en voor de wereld nood. Laten wij dan nu bidden voor dominee Lucie. Goede God, wij zegenen uw naam, want u hebt Israël uit Egypte bevrijd en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aaron. U hebt uw volk profeten, priesters en koningen gegeven, mensen geroepen tot uw dienst, gezalfd met uw geest. Wij zegenen uw naam, want u hebt uw Zoon gezonden, Jezus de Messias, die kwam om te dienen en die mensen heeft geroepen om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen. U bent het ook
die uw gemeente dienaren schenkt om haar voor te gaan in verkondiging en viering, om haar te leren en te leiden, om uw volk toe te rusten tot goede woorden en werken. Wij bidden u, geef nu aan Lucie Schermers, die vandaag aan deze gemeente verbonden wordt, dat zij gehoorzaam aan uw roepstem en vertrouwend op uw belofte vrijmoedig uw woord zal spreken, tot eer van uw naam en tot vreugde voor haarzelf en ons allen, door Jezus Christus, één van ons, die met recht uw Zoon genoemd wordt, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Lucia Maria Schermers, eenmaal ben je in het ambt van dienaar van het woord bevestigd. Daarbij heb je uitgesproken dat je de schrift aanvaardt als bron van verkondiging en als de weg van het geloof om mensen te inspireren, te bemoedigen en uit te dagen. Dat kan betekenen dat je soms tegen de stroom in moet gaan en je bereid bent om in verzet te komen tegen wat onrechtvaardig is. Je hebt beloofd geheim te houden wat je in vertrouwen wordt verteld en je taak te vervullen volgens de richtlijnen van de kerk. Nu je je ambtsbediening als predikante van de ontmoetingskerk te Krimpen aan de Lek zult voortzetten, vraag ik je, geloof je dat ieder mens tot een zekere bestemming geroepen wordt en dat jij in dit beroep langs de weg van je eigen keuze en door de plaats die de gemeente je geeft, ten diepste door God tot deze dienst bent geroepen? Wat is daarop je antwoord? Ja, dat geloof ik. En beloof je je ambt ook op deze plaats te vervullen met liefde voor deze gemeente en voor alle mensen die op je weg komen? Wat is daarop je antwoord? Ja, dat is beloofd. God, onze hemelse Vader, die je naar deze plaats geroepen heeft, verbindt je aan deze gemeente en geeft je de genade om daarin trouw en vruchtbaar werkzaam te zijn. Mogen de Heer voor je uitgaan om je de juiste weg te wijzen. Mogen de Heer naast je zijn om je te troosten als je verdriet hebt. Mogen de Heer om je heen zijn, om je te sterken tegen alles wat je kan overvallen. Mogen de Heer in je zijn, om je te voeden met liefde en ontferming. Zo zegen je de levende God, vandaag, morgen en altijd. Amen. We zingen, bewaar haar die hier voor u staat. En dat doen we staan. Gemeente van Christus, nu Lucie Schermers als predikant aan deze gemeente is verbonden, vraag ik u, belooft u haar liefdevol in uw midden te ontvangen, haar te omringen met uw medeleven, haar te dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst van onze God. Wat is daarop uw en jullie antwoord? Ja, van harte.
We zingen Hij die gesproken heeft. Thank you.
begroeten elkaar met de woorden: de Heer zij met u. Ook met u zij de Heer. Voor we de Bijbel open doen, willen we met elkaar bidden. Laten we bidden. Goede God, in dit uur willen wij ons openen voor uw licht, voor uw woord, voor uw nabijheid. Laat iets oplichten van uw aanwezigheid in ons midden, zodat wij met blijdschap onze weg vervolgen. Amen. De eerste schriftlezing vanmiddag is uit Filippenzen 4. Filippenzen 4, vers 4 tot met 9. En daarna zingen we het lied Lof zij de Heer, gezang 4, 34. Verblijd u in de Heer, te alle tijden. En weer zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders en zusters, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat u van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God van de vrede zal met u zijn. De tweede lezing is Marcus 4, vers 26 tot met 32. En hij, Jezus, zei: het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde.
Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. En hij zei, waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken? En door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van de mosterdplant. Het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten. En krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Tot zover voor vanmiddag de lezing uit de schrift. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Dan mogen de kinderen die naar de kindernevendienst gaan, die mogen even naar voren komen. Dag Jordi. Goed dat je er bent. Kom maar. Zo, fijn dat jullie er vanmiddag zijn. Goed om jullie hier te zien. Vandaag te komen op mijn kinderen. Kom maar. Oké. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En goed ook om jullie te zien vanmiddag, want het is wel een bijzondere dag. Kun je wel zien, er is een koor, dat hebben we ook niet elke zondag. En er staat hier een enorm mooie bloemschikking. En daar wil ik het met jullie eens even over hebben. Wat zien jullie hier allemaal? Wat staat hier allemaal op die mooie tafel? Jordi, wat zie jij? Water, precies. En dat kan jij wel vertellen, wat was dat water ook alweer? Waar heb je een doopvond gedaan, hè? Ja, precies, het water van het doopen, goed zo. Wat zie je nog meer? Wat zie jij voor iets moois? Een steen. Een steen, want we moeten de kerk opbouwen. Hè? Niet alleen het gebouw, maar ook onszelf. We moeten bouwen in de kerk. Goed zo. Maarten. Bord en beker van het avondmaal. Wat zie jij nog? Bloemen. Bloemen, prachtige bloemen. Hè? Rozen, mooi rood. Net als mijn stola en het kleed. Mooi rood, prima. Wat zie jij? Ja, wat zeg je? Een mooi bloemstuk, precies. Maar ik zie nog iets wat we nog niet genoemd hebben. De Bijbel, precies, hebben we ook gehad. En de kaars. Oh, dat is hier. Oh, sorry. Ja, jij bent Jasmijn. Ja, sorry hoor. De mens vergeet wel eens wat. Ja. Jammer dat ik het fout zei, maar goed. Ik ga het nu onthouden. Hier is Jasmijn. Oké, een heleboel dingen bij de bloemschikking. Maar er is nog iets, en dat hebben jullie nog niet genoemd. Iets heel kleins. Heel klein. Heel klein. Vertel jij het eens. Wat zie je? Iets heel kleins. Ja, hele kleine steentjes, hè. Maar dat zijn geen steentjes. Dat... Ja, precies. Zaad. Precies. Zaad wat je in de aarde strooit. Wat je in de grond doet. Doen jullie dat thuis wel eens? Zaad in de tuin strooien. Ja, jullie doen het ook. Bloemen. Dat er waar bloemen uitkomen. Ja, precies. Precies. Zaad, heel klein zaad. Vertel het. Er liggen boeken. Ja, er liggen ook nog boeken. Ja. Maar het zaad, daar wou ik eens even over hebben met jullie. Zaad, wat doe je met zaad? Je strooit het in de aarde. En dan? Graszaad, en dan komt er gras. En dan kan de boer het maaien, kunnen de koeien het eten. Heel goed. Maar als je dat zaad gestrooid hebt, ga je dan staan kijken tot het zaad omhoog gekomen is? Of wat doe je dan? Een beetje water geven, hartstikke goed. Ja, precies, je gaat water geven. En wat doe je nog meer?
water geven, maar ga je staan wachten tot het gras gegroeid is, of dat het graan omhoog gekomen is, of de bloemen? Nee, je gaat niet wachten, je gaat weer spelen als je in de tuin gezaaid hebt en je gaat slapen en je gaat nog andere dingen doen en volgende week ga je ze weer kijken. En wat je zegt, af en toe is water geven, dat moet wel af en toe. Maar het groeit vanzelf, je hoeft er verder niet veel aan te doen. Het groeit vanzelf. En weet je waarom dat zaad hier nou ligt? Hè? Dat is ook een beetje de taak van een dominee. Je moet uit de Bijbel lezen, avondmaal doen, licht brengen. Maar in de kerk willen we ook wel eens zaaien. Graan zaaien. Precies. Je gaat zaaien. Als je vertelt uit de Bijbel, dan hoop je dat de mensen dat oppakken. En als je gaat dopen, dan hoop je dat de mensen denken van, zie je wel, God is er wel. En God is trouw. Dat hoop je dat de mensen dat vasthouden. Dat de mensen dat geloven. En zo ga je een beetje bouwen. Zo hoop je in de kerk dat mensen gaan groeien. Niet alleen in de lengte, maar dat ze ook gaan groeien met geloven. En met hopen. En met liefhebben. Daarvoor zijn we in de kerk. Om dat elkaar te leren. En dat is een beetje wat we doen. Met het bijbellezen, met het bidden. Is eigenlijk zaaien en hopen dat mensen gaan groeien in geloven. Daarover gaat het vanmiddag. Wij gaan nu met elkaar zingen. Wil je wel geloven dat het groeien gaat? En jullie gaan naar de nevendienst, heb ik begrepen. Okay. Hele goede dienst met elkaar en we zien jullie straks weer hier terug. Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Gemeente, genodigde familie en vrienden, lieve mensen van God. Toen duidelijk werd dat de gemeente rond de ontmoetingskerk en ondergetekende als predikant samen verder zouden gaan, begon ik na te denken over deze dienst, die uiteindelijk door een ongeval nog eens maanden uitgesteld moest worden. Wat zou ik vanuit de Bijbel willen zeggen in deze bijzondere situatie? Hoe wil ik in jullie midden staan? Al denkend en pratend kwamen woorden boven als weer, opnieuw, nogmaals. De tekst uit de brief aan de Filippenzen borrelde op. Verblijd je in de Heer te alle tijden. En weer zal ik zeggen, verblijd je, de Heer is nabij. Dat was het. Prachtig. Op die manier heb ik destijds geprobeerd om hier predikant te zijn. En met die woorden wil ik opnieuw in uw midden staan. Verblijd je in de Heer. En weer zal ik zeggen, verblijd je. Blijdschap. Als je het woord opzoekt in een woordenboek, dan wordt het omschreven als een positieve emotie. Als tevreden zijn met de omstandigheden. Blijdschap ontstaat als er aan een verlangen wordt voldaan.
of als een negatieve emotie, stress, verdwijnt. Verblijd je in de Heer. Te alle tijden, schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi. De woorden staan er als een opdracht. Verblijd je. Laat de Heer je vreugde blijven, zegt de nieuwe Bijbelvertaling. Maar het staat er stellender. Verblijd je, gebiedende wijs. Dat is vreemd. Hoe kun je nou iemand de opdracht geven om blij te zijn? Je kunt toch iemand ook niet opdragen om boos te worden of verliefd? Wees maar blij. Het had nog veel erger kunnen zijn, hoor ik in het ziekenhuis soms tegen een patiënt zeggen. En ook al is dat strikt genomen misschien wel waar, toch roept zo'n uitspraak bij mij de vraag op van, moet dat nou? Troost je daar nou iemand mee? Of voelt iemand zich dan nog meer alleen? Nou, ik ben maar wat blij dat ik deze uitslag heb gekregen. Het had veel erger kunnen zijn. Als een patiënt dat zelf zegt, dan is het heel wat anders. Misschien dat daarom de oproep om blij te zijn ook uit de mond van Paulus mag klinken. Hij is dan wel geen patiënt, maar zo gemakkelijk heeft hij het niet. Hij schrijft vanuit de gevangenis. Efeze of Rome, daar zijn de geleerden het niet over eens. In gevangenschap verblijven, achter de tralies zitten en blij zijn. Dat gaat niet gemakkelijk samen. Ieder mens loopt wel eens op tegen versperringen in het leven. Tralies die je ervan weerhouden om blij te zijn. Zaken waar je niet omheen kunt, maar die wel de vreugde buiten houden. Een moeizaam huwelijk, ontslag of dreigend ontslag. Een stevig meningsverschil met een van de kinderen. Een tumor in je hoofd of elders in je lichaam. Een onvervuld verlangen. Een kerk die je kleiner ziet worden. Verblijf je in de Heer? Te alle tijden? Hoe kan Paulus dat zeggen? Gelukkig staat er niet dat we blij moeten zijn met alles wat ons overkomt. Dat zou hard zijn. Maar verblijf je in de Heer te alle tijden. En weer zal ik het zeggen, verblijf je. De Heer is nabij. Daar gaat het om. Dat je je mag verblijden in God, de eeuwige, de barmhartige. Omdat Hij bij ons is. Zorgen en verdriet, die zijn er. Ziekte is er en gemis. En je zou het vandaag niet zeggen, maar we zien minder mensen in de kerk dan voorheen. Maar de Heer is er ook nog. Wij kunnen ons blind staren op dingen die ons in de weg staan. Die ons de vreugde belemmeren en afremmen. Maar we kunnen ook zien naar de eeuwige. Want Hij is erbij. We staan er niet alleen voor in ons persoonlijk leven. We staan er niet alleen voor in alles wat er in de wereld of in de kerk gebeurt. En dat geeft mij de moed om weer in de kerk aan het werk te gaan. Dat geeft ook een stuk ontspanning in waar we mee bezig zijn. Het hangt niet alleen van jou af of van mij. Want Hij is er ook nog. Hij is nabij. Je mag het ook uit handen geven. Heel letterlijk soms. Handen openen om het zaad uit te strooien. Zoals een boer het zaad uitstrooit op de akker. Of wij zelf in de lente bloemzaadjes uitstrooien in de tuin. Uitstrooien, loslaten en vertrouwen. Vertrouwen dat het zaad ontkiemt. Terwijl de boer slaapt. Het is een prachtig stukje tekst waar het evangelie ons op verhaalt. Wij leven in een cultuur waarin niks vanzelf gaat. Overal moeten mensen zich voor inspannen. Er wordt heel veel van mensen gevraagd. Het percentage dertigers met een burn-out neemt onrustbarend toe. De gedachte dat iets vanzelf gaat ligt ver bij ons vandaan. Er wordt veel van mensen gevraagd op allerlei fronten. Je wilt je sociale contacten onderhouden. Je wilt zorgen voor je gezin.
Je wilt werken, want je wilt ook je baan niet verliezen. Er moet gewerkt worden. Dat is in de gelijkenis ook zo. Er is een boer die ongetwijfeld druk in de weer is geweest met voorbereidend werk. Ploegen, een omheining aanbrengen, zaaien, af en toe onkruid wieden, water geven. Maar dan gaat hij slapen. En in de stilte, diep in de aarde, gebeurt het. Het zaad ontkiemt. Het graan groeit. Je hoort niks, je ziet niks, er speelt zich ogenschijnlijk ook niets af. En toch. Het is opvallend dat alleen Marcus deze gelijkenis vertelt. Juist de evangelist die vaart maakt, die wil laten zien hoe spectaculair het rijk van God doorbreekt. Juist hij heeft aandacht voor de boer die slaapt. En voor de aarde die vanzelf vrucht voortbrengt. De andere evangelisten vertellen wel over het mosterdzaad, dat het grootste wordt van alle planten. Maar ze nemen deze gelijkenis niet over. Vonden ze deze gelijkenis misschien te relaxed? In het Grieks staat een woord waarvan ons woord automatisch is afgeleid. De aarde brengt automatisch vrucht voort. Het gaat vanzelf. Hoe we dat moeten opvatten? Janine Jansen, de violiste, ze was onlangs nog te horen in het concertgebouw. Janine Jansen zei eens, soms als ik de vierjaargetijden van Vivaldi speel en ik zit in de flow, dan gaat het gewoon vanzelf. En Ida Gerhard, een dichteres uit de vorige eeuw, vertelde over het schrijven van haar gedichten, ik hoef alleen maar te wachten. Het zit in mij. Ik hoef alleen maar te wachten tot het komt, al ervaar ik dat ook als harde arbeid. Dat dan toch weer wel. Het zaad groeit vanzelf. De boer moet de grond wel bewerken en goede voorwaarden scheppen voor het zaad kan ontkiemen. Janine Jansen moet wel viool leren spelen en oefenen, veel oefenen. Voor zij de vierjarige tijden kan spelen. Het zaad groeit automatisch. Het koninkrijk van God komt vanzelf. Laten we eens naar Jezus kijken. Hij heeft verstand van het koninkrijk. Hij heeft gezegd dat het zaad vanzelf ontkiemt. Maar hij laat de dingen niet op zijn beloop. Integendeel. Hij gaat ziekte te lijf. Hij zet demonen de voet dwars. Hij gaat conflicten niet uit de weg en zet zijn leven in de waagschaal. Hij zingt, vecht, huilt, bidt. Dat betekent, wie zich vandaag volop inzet voor mensen aan de rand van de maatschappij. Voor kinderen die worden gepest, voor vluchtelingen waar ook vandaan. Wie de weg gaat van verzoening, wie onrecht probeert weg te werken en uitbuiting aanklaagt, die gaat helemaal. De weg van Jezus. Niet passief, helemaal niet. Maar toch. Terwijl de boer slaapt. In de stilte van de nacht. Ontkiemt het zaad. Wie of wat daar achter zit. Jezus wint er geen doekjes om. Achter dat woordje vanzelf. Gaat de eeuwige schuil. Aan hem ontleent Jezus zijn moed en inspiratie. Regelmatig trok hij zich terug in de bergen, alleen met zichzelf, alleen met zijn God. De stilte zoeken, tijd om na te denken over je leven, tijd om na te denken over de vraag waar je je kracht vandaan haalt, wat het leven je bracht, wie of wat God voor je betekent. Gun jezelf de tijd om te mijmeren. Zegt Paul van Tongeren vandaag in Trouw, of dit weekend in Trouw. Wat dat betreft waren de afgelopen maanden van gedwongen stilzitten voor mij geen verloren tijd. Nadenken. Wat heeft het leven je gebracht? En waar gaat het heen? De aarde
brengt vanzelf vrucht voort. Het woordje vanzelf brengt ons bij de trouw van God. Hij is erbij. Dat legt een bodem onder onze inspanningen. De gebeden voor uw kinderen of kleinkinderen. De aanwezigheid bij een ziekbed. De uren besteed aan Amnesty International of de Zonnebloem. Of gewoon burenhulp. Goedheid zaaien. Liefde. Geloof. Rechtvaardigheid. Het is geen druppel op de gloeiende plaat. Geen verloren zaad. Maar zaad in de akker van het koninkrijk. Want waar dingen gebeuren zoals God het wil, in de kerk of daarbuiten, daar is zijn koninkrijk. We doen ons werk met elkaar. U als gemeente, ik als predikant, we doen het zo goed als we kunnen. En God doet de rest. Doet me denken aan een verhaal over paus Johannes de 23e, die gekweld werd om allerlei zorgen in de kerk. Hij zou op een avond gebeden hebben. Heer, ik heb mijn best gedaan. Het is uw kerk, nu moet u het doen. Ik ga slapen. Het zaad ontkiemt, terwijl de boer slaapt. Ons doen en ons laten, we leggen het in Gods handen. Hij kan er wat mee. En kijk met verwondering naar wat er opkomt. Hier of elders, vroeg of laat, met Pasen nog, de doop van 3 kinderen, de belijdenis van ouders. Kijk met verwondering en koester het. Daarom zeg ik het en ik zal het blijven zeggen. Rejoice, wees blij. Want de Heer is nabij. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen het. Joyce, geniet van het goede.
We willen met elkaar danken en bidden. Iedere voorbede eindigt met: zo bidden wij u. En dan zeggen we met elkaar: Heer, verhoor ons. Laten we bidden. Goede God, dank u wel voor deze dienst. Voor alles wat we mochten zien, horen en beleven. Voor muziek en zang. We danken dat u niet het uiterste van ons vraagt. Dat u er ook bent, dat u met ons meegaat. We bidden dat we als gemeente en predikant een goede tijd tegemoet gaan. Dat we elkaar bemoedigen en inspireren. Dat we oog hebben voor elkaar, maar ook voor het dorp, voor de wereld om ons heen. Zo bidden wij u, Heer, verhoor ons. Dank voor de lente die doorbreekt, voor de zon die ons verwarmt. Verwarm de wereld met uw geest. Kom met liefde, waar mensen elkaars en hun eigen leven kapot maken. We bidden voor gebieden waar conflicten het dagelijks leven verwoesten. We bidden voor alle mensen die moeten leven in situaties van onderdrukking en onrecht. Voor hen die bang zijn, zich niet veilig voelen. Voor mensen die hun baan verloren of dreigen te verliezen. Mensen in financiële problemen. Zo bidden wij u, Heer, verhoor ons. We danken u, God, wanneer we mogen genieten van een goede gezondheid. En we bidden voor zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Mensen met lichamelijke of geestelijke pijn. Voor hen die de dood onder ogen moeten zien. Voor alle die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. Voor werkers in de zorg, voor mantelzorgers, vrijwilligers. Zo bidden wij u, Heer, verhoor ons. Wij bidden voor hen die in alle hectiek van het bestaan weinig rust en stilte vinden. Voor hen die moeilijk grenzen kunnen aangeven. Voor hen die krampachtig vast willen houden. Voor hen die het vertrouwen in de medemens zijn kwijtgeraakt. Voor jongeren die hun weg door het leven moeten zien te vinden. En voor alle die hen daarin willen steunen en richting geven. Vooral ouders die kinderen opvoeden. Voor werkers in het onderwijs. Voor ieder die met eigen gaven en talenten zich inzet voor mens en maatschappij. Zo bidden wij u, Heer, verhoor ons. Hoor ons, God, als wij in stilte bij u neerleggen de vreugde en het verdriet uit ons eigen hart. En wij bidden met Jezus mee, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Het doel van de collecte staat op de riemen. En de gemeente van de Ontmoetingskerk herinner ik nog graag aan de gemeenteavond van aanstaande woensdag, waarin we onder andere gaan zingen uit het nieuwe liedboek. Na de collecte
zingen we gezang 488 aangegeven.
Dank jullie wel. Ik ga ze thuis goed lezen. Ik ben heel benieuwd wat jullie er allemaal op geschreven hebben. Heel mooi, we gaan ze ophangen in de kamer, denk ik. Ja. Dank jullie wel. We zingen nu ons slotlied en ik wil u straks vragen om na de zee nog even te gaan zien. Die hebben aangegeven dat ze dominee Lucie willen toespreken en daarvoor willen we hen de ruimte geven. Als eerste wil ik graag het woord geven aan de heer Boer, prezes van de klasse Schouwen. Ik kon bijna blijven zitten, maar ik ga er toch maar bij staan. Dank aan de kerkenraad voor de uitnodiging om vanmiddag hier te zijn en om iets te zeggen en om het woord op u te richten. Dominee Schermers. Nou is aangemeld worden om een woord van welkom te zeggen, vers 1. Maar vers 2 is, we moeten het ook nog een beetje goed voorbereiden. En wij kennen elkaar niet. Dan biedt het internet in zulke soort gevallen uitkomst. Dat wordt spannend, hè? Want wat ga je nou vinden als je Lucie Schermers indient? Nou, daar ga je niet vinden de website van de kerk met de agenda voor vandaag. Want daar staat uw naam verkeerd bij de dienst van vanmiddag. Daar zat de typist een beetje met zijn vingers in de war. En dan moet je daar misschien toch oud-schoolmeester voor zijn om dan gelijk bij zo'n foutje terecht te komen. Dus daar kom je niet uit. Je komt wel uit bij de zondagsbrief van 22 april 2012. En daarin wordt melding gemaakt van de gesprekken die de kerkenraad gestart heeft, die gestart zijn, met u als beoogd predikant. Het volgende linkje, dat staat er direct onder, dat is weer een zondagsbrief. Maar dat is de zondagsbrief van 21 oktober 2012. En daarin wordt gemeld
dat de viering waarin de nieuwe predikant aan de gemeente zal worden verbonden, zal plaatsvinden op 11 november 2012. En dat is ook de uitnodiging die ik per ongeluk vanmiddag in mijn binnenzak heb gestoken. Maar we zijn er toch. Een vervelend ongeluk kwam daartussen. En dat bracht teweeg dat daar uitstel plaats moest vinden. Zo'n 5 maanden later zijn we hier dan toch bij elkaar. Vroeger was er een zegswijze: de mens wikt, maar God beschikt. Daarmee heb ik dan nog niet gezegd dat wij precies weten wat God er dan mee voor had met die gebeurtenis. Het is een goede gewoonte om een nieuwe predikant in de klasses welkom te heten. Dat gaat dan in dit geval over de protestantse klasses Gouda. Daarin mag ik u vanmiddag welkom heten. Dat is een klasses met een heel groot grondgebied. Misschien zijn er mensen die dat weten. De klasses strekt zich uit in het noorden van Wallinxveen en Waarder. Van Wallinxveen naar Waarder. En aan de zuidkant is de Lek de rand. En dan ligt op de ene hoek Wilgelangraak en op de andere hoek Krimp aan de Lek. Krimp aan de Lek ligt dus echt in het hoekje van de klasses, maar hoort er wel echt bij de klassenschouder. En nou was het vroeger zo dat een predikant automatisch afgevaardigd was naar de klasses, naar de klassikale vergadering. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Er is een roulatierooster. En daarin staat dat u de eerstvolgende jaren niet afgevaardigd bent naar de klassikale vergadering. Voor sommigen is dat een opluchting. Mag u me straks vertellen of dat voor u ook zo is. Maar de vergaderingen zijn openbaar. Dus als u daar verschijnt, dan zult u daar niet geweigerd worden. En mogelijk dat het de eerstvolgende keer gaat over het nieuwe liedboek. Daar zijn we nog mee bezig, maar dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Een traditie is dat iedere nieuwe predikant ook zijn of haar naam in het predikantenboek schrijft. Want wij willen voor het nageslacht bewaren welke predikant er in onze klasses hebben gewerkt. Daar moeten we nog even iets voor bedenken om uw naam daarin te krijgen, maar dat komt wel goed. Behalve welkom in de klasses mag ik u ook welkom heten in de werkgemeenschap van predikanten. Er zijn er 3 in onze klasses. En samen met een aantal andere predikanten hier in de buurt mag u deel uitmaken van de werkgemeenschap Zuid. Het lijkt mij goed voor een predikant om ook in de bredere verbanden van de kerk bezig te zijn en elkaar daar ook in het oog te houden. Je bent niet kerk op jezelf, maar je bent met elkaar en met anderen. Maar dat neemt niet weg dat u in de eerste plaats geroepen bent tot het dienstwerk hier in de ontmoetingskerk in Krimp aan de Lek. Ik wens u namens de klasses Gouda daar alle goeds en Gods zegen bij toe. En die wens wil ik onderstrepen met het gebed van Franciscus dat ik las in die eerste zondagsbrief die ik aanhaalde. In het Engels wordt het gezongen onder de titel Make Me the Channel of Your Peace. Ik weet niet of Rejoice een toegift gaat geven, maar dit zou de indruk zijn. Ik lees het in het Nederlands voor en ik wens u toe dat u dat gebed ook eigen maakt. God, laat mij een instrument zijn van uw vrede. Waar haat heerst, laat me liefde zaaien. Waar onrecht is, vergeving schenken. Waar ruzie is, eensgezindheid. Waar twijfel is, vertrouwen. Waar wanhoop is, hoop. Waar duisternis is, licht. En waar droefheid is, vreugde. Dat wens ik u. Dank u wel. Als tweede geef ik het woord aan de heer Vrijenhoek. Hij is een van de kerkvrijwilligers van het IJsseland ziekenhuis. Lucht schendelijk, maar je eigen tijd vond hoor.
maar ik ben vrijwillig in IJsland, dat weet je. En we zullen je missen. Je blijft nog wel een tijdje. En ik wens je alles goed hier in deze kerk. Nou, dat was mijn dankje dan. Blijkbaar is het niet goed gegaan met de aanmelding. Ik wil ook nog wat zeggen. Beste Lucie, ik zou haar zeggen, eindelijk, dan is het zover. Als gevolg van een voorval op een parkeerplaats met een auto en een fiets, hebben we de dienst van 11 november uit moeten stellen naar vandaag. Gelukkig kunnen we je vanaf nu weer echt onze dominee noemen. En daar zijn we als kerkraad en gemeente ook zeer verheugd over. Dat de dienst moest worden uitgesteld, betekent niet dat je stil hebt gezeten. Al moest het in het begin al henkelend en met krukken, je wilde aan de slag. Het is goed om te zien dat je met zoveel enthousiasme de werkzaamheden binnen onze gemeente van start bent gegaan. Tijdens de afscheidsdienst na de eerste periode van Goedingskerk heb je een cadeau gekregen. Dat het helaas niet overleefd heeft. De kerkraad vond het een leuk idee om je vandaag een vervanger te geven. Helaas hebben we van onze tuinmannen begrepen dat we nu niet het juiste moment hebben en dat we toch echt tot het najaar moeten wachten. Daarom wil ik je symbolisch een nieuwe boom overhandigen. En in het jaar, najaar wordt het echt geregeld. Toen ik dit stuk schreef, wist ik nog niet dat je het tuintje van de bloemschikking ook krijgt. Dit is ook een goed moment om dominee Anja van Alphen te bedanken voor de manier waarop zij de kerkenraad met raad en daad heeft bijgestaan in het traject naar een nieuwe predikant. De kerkenraad heeft de plezierige manier van samenwerking zeer op prijs gesteld en waarvoor onze dank. En als blijk van die dank, als blijk van waardering, krijg je straks die boosbloemen. Dat lijkt me niet zo praktisch om hem nu te geven. Ik wil ook de vrijwilligers bedanken voor die deze dienst hebben mogelijk gemaakt. Er zijn heel veel uurtjes in voorbereiding en uitvoering gaan zitten. Nog enkele praktische zaken. Zometeen zal dominee Lucie nog iets tot ons zeggen. Als afsluiting zingt Rejoice. En daarna kunt u dominee Lucie in de ontmoetingsruimte feliciteren. Er staat ook koffie en thee klaar. En niet te vergeten, het lekkerste dat door zo'n 20 gemeenteleden is gebakken. Na de felicitaties en een kopje koffie of thee wordt er nog een glaasje gekant in de kerkkamer. Ik dank u wel. Dank u wel voor alle goede woorden. De boer, hartelijk bedankt voor het warme welkom in de klasses. Ik had al van de actuariërs begrepen dat het pas in 2015 of 16 afgewaardigd zou worden. Maar in de eerste periode hier heb ik eindelijk mijn bijdrage al aardig geleverd. Want toen was er heel wat gaande in de klasses en heb ik een idee uitgemaakt van het mandoraat. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik op een tijdje vrijgesteld ben van werkzaamheden. En u hebt me wel op een idee gedacht, ik ga vanavond uw naam ook even hongeren. En dan komt u er niet als een boer in. Oh. Dan geef u te raden wat wel. Meneer Vrijhoek, ik was heel verrast toen ik uw naam op de lijst zag staan van mensen die wat wilden zeggen. Maar voor u was de verrassing net zo groot. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik dacht van nou, het maakt die twee kanten van mijn werk in ieder geval goed zichtbaar. IJsland ziekenhuis, gewoon als ik aan het werk ben en blijf. De kerk van Krimpen, ontmoetingskerk, klasses. Ik dacht van nou, kerk en ziekenhuis komen zo heel mooi samen. Dus toch fijn dat u even wat wilde zeggen. En ook de goede samenwerking met alle kerkvrijwilligers in het IJsland gewoon voor te zetten. Dank u wel. En Hans, toen jouw vraag kwam vorig jaar of je eens een keer mocht komen praten, toen dacht ik van, volgens mij gaat nou mijn leven veranderen. Volgens mij gaat er wat gebeuren en dat bleek ook zo te zijn. Ik wil in jou, de hele gemeente van Krimpen aan de Lek,
bedanken voor het vertrouwen wat jullie mij gegeven hebben, wat jullie in me hebben, wat jullie mij gegeven hebben. Ik hoop dat vertrouwen niet te beschamen. We hebben goed met elkaar over gesproken van terugkomen is wat anders dan op dezelfde voet verder gaan waar we 6 jaar geleden gestopt zijn, want zo is het niet. De kerk van Krimpen is veranderd in al die jaren. Ik ben veranderd in al die jaren. Dus het is gewoon een nieuw begin. Het is geen verder gaan op waar we gebleven waren. Het is echt een nieuw begin dat we met elkaar willen maken. En om dat ook te onderstrepen, dat niet alleen, maar ook voor mezelf, heel duidelijk te markeren van een nieuw begin in Krimpen aan de Lek. Het is u misschien niet opgevallen, maar heb ik een nieuwe stoel aan. En daar wil ik Annemarie van der Wild heel hartelijk voor bedanken. Het is allemaal op tijd klaargekomen, Annemarie. Je had natuurlijk ook een paar maanden extra, dat scheelde weer. Maar het is allemaal op tijd klaargekomen en daar wil ik je heel hartelijk voor bedanken. Een nieuwe stola, 4 nieuwe stola's, de rest krijgt u in de loop der tijd hopelijk te zien. En dan zal ik er ook wat bij vertellen en wat uitleggen wat de gedachte achter de stola is. In ieder geval, rood is de kleur van de geest, de kleur van het vuur. Kleur van warmte. En u ziet, er zit beweging in. Want de geest is ook de wind. Het waait. Er zit beweging in. Activiteit. En ik vind ook het hele mooie zoals je het gemaakt hebt. De beweging vanuit het hart. Het is warmte, liefde, activiteit. Die komt vanuit het hart. En zoals ik merk, voel, hoor. De hartelijkheid waarmee ik weer ontvangen word hier in Krimpen aan de Lek onderstreept alleen maar dat het van beide kanten komt. Toen ik, een paar weken geleden hier een keer volging, zei een van de oude gemeenteleden tegen mij, welkom thuis. Toen dacht ik zo, dat neem ik met me mee. Dat voelde ik heel warm en hartelijk. En vanuit die twee polen van gemeente en predikant willen we ook verder gaan. De andere woorden van dank zijn al gezegd. Anja, dankjewel voor deze dienst. Alle mensen die op de achtergrond meegewerkt hebben om deze dienst vorm te geven. Heel hartelijk bedankt. En we willen natuurlijk ook God danken voor alle goede gaven die Hij ons geeft. En daarom mogen jullie besluiten met You are the Lord.